Daar sta je dan. 3 voor 12. Oud en nieuw. En je krijgt in één keer een fles champagne in je hand gedrukt. Wil je hem even openmaken? Maar je weet heel niet hoe dat moet. Ik zal rustig uitleggen hoe dit werkt. Ik begin in ieder geval te zeggen dat er 3 dingen zijn die vermeden moeten worden. Dat is het schudden van de fles, ploppen van de kurk en daarna gaan spuiten. Ik snap dat het erg leuk is en dat het erg feestelijk is, maar dit gaat ten koste van de kwaliteit van de champagne. Zorg dat de champagne 8 à 10 graden Celsius is en 2 uur voor openmaken rechtop staat. Haal de fles uit het ijs. Maak hem droog. En zet hem neer. Ontdoe de fles van de folie. Draai de mucilet los. Dit kan in 5,5 slag. Maar zorg ervoor dat je ten alle tijde je duim aan de bovenkant van de mucilet hebt. Aangezien er koolzuur in de fles zit, met 6 bar, wat 2 keer zoveel is als een autoband, kan de kurk er spontaan uitknallen. Kijk, nog steeds de duim erop houden. Pak de fles op. Draai niet aan de kurk, maar aan de onderkant van de fles, waardoor de kurk er met een sensuele zucht zal afgaan. Nu is de fles optimaal geopend om ervan te genieten. Pak de fles aan de onderkant beet met je duim in de ziel met etiket naar voren. Het champagneglas hou je 45 graden schuin, zodat de champagnebubbel er niet uit schuimt. Schenk hem langzaam langs de rand in. Niet te vol om de smaken en de aroma's goed tot z'n recht te laten komen. Mocht u de fles champagne nou niet in één keer opdrinken, wat ik me haast niet voor kan stellen, kunt u hem goed afsluiten door middel van deze afsluitkurk. Kwestie van erop zetten, erop schuiven en vacuüm is getrokken, waardoor de bubbel bewaard blijft. U kunt de wijn nu ongeveer 2 dagen nog bewaren en daarna weer heerlijk van genieten. Proost!